Ja, vooral de eerste helft hadden we het eerste half uur denk ik wel echt moeite met het spel. We hadden natuurlijk ook een bepaalde spelopvatting, wilden eigenlijk vrij vrot hoog druk gaan zetten. En ze speelden daar toch wel een aantal keren goed onderuit. Maar het ligt ook een beetje aan onszelf. Ik denk dat wij in de eerste helft gewoon veel moeite hadden ook met dat iedere keer dat zij de vrije man wisten te bereiken en daardoor ook door konden voetballen. Ik had niet echt het gevoel dat ze heel erg gevaarlijk werden. Volgens mij op twee kleine kantjes na. Dat was de eerste helft. Ja. Ja, 37 minuten kom je toch tegen de verhouding in, vond ik zelf. Op 1-0 voorsprong met een hele mooie combinatie bij hun in het strafschopgebied. Ja, maar dat gevoel heerst ook wel een beetje, denk ik. We hebben het er ook over gehad. Hè. Even kijken, we hebben hier in het verleden gewoon altijd wel goede wedstrijden gespeeld. Omdat het ook gewoon een voetballende ploeg is. Dus die gaan niet echt inzakken. En dan creëer je voor jezelf ook wat meer ruimtes. Alleen vandaag waren we zelf ook gewoon slordig aan de bal. En niet heel best. Maar goed, dan zie je toch wel op zo'n moment, vooral bij die 1-0 van ons. Dat het voetbal dan, hè, als het eventjes loopt, dan loopt het. En dan komt er zo'n doelpunt uit. Daarna krijg je hem eigenlijk heel snel weer de 1-1. Ik had een beetje gehoopt van, nou, misschien is dit een mentale tik voor ze en dan kun je door. Maar goed, dan valt vrij vlot die 1-1 en dan is het weer een open wedstrijd. Ja, dat was na 2 minuten al de 1-1, dus die 1-0 had je niet lang vol kunnen houden, zeg maar. We hebben ook wel een penalty verdiend. Ja, een beetje lastig. Ik kon het moeilijk beoordelen. Ik had het idee dat hij uit wou halen en dat hij toen weg werd geduwd. Maar ja, we zullen in de beelden wel zien, Hakim. Ja, denk ik ook. Tweede helft vond ik minder. Jij dan? Ja, tweede helft is op een gegeven moment ook gewoon weer op en neer. Ruimtes op middenveld werden op een gegeven moment ook gewoon groot. Balverlies. Zij hebben toch wel snelle jongens voorin. En dan zie je toch wel dat ze vrij vlot die jongens proberen te zoeken. Nou, een paar keer gewoon van onze achterhoede ook gewoon goed ingrijpen. Dan kan zo'n bal tussendoor ook op een gegeven moment een keer goed vallen. En dan zie je dat hij in de 16 vrijkomt en dan die 2-1 maakt. Ja, we kregen die bal niet weg bij de 2-1, hè? Nee, dat is op een gegeven moment... De ruimtes worden heel groot. Ik denk dat er op een gegeven moment ook wel een beetje vermoeidheid misschien meespeelt. We waren al slordig en dan in je vermoeidheid word je misschien ook nog heel onnauwkeurig. We hebben zelf nog een paar keer wel een mogelijkheid gehad. Ja, dat is dan ook gewoon weer net geen scherpte. Ik zelf ook met die fantastische crossbal van Lucas. Ja, dan heb je hem goed liggen, denk je dat je hem goed kunt raken. Maar ja, dan gaat hij over. Ja, dat is, Even over jezelf. Je zat ook niet echt in de wedstrijd. Nee. Ik had zelf ook niet echt het gevoel dat ik heel lekker in de wedstrijd zat. Ik moest wel ook gewoon wat meer paddelen heen en weer. Zij deden dat ook gewoon goed aan die rechterkant van hun. Met Koen en hun buitenspeler. Daar hadden we op het begin ook heel erg moeite mee. Ik denk dat we het daarna wel beter oppakken. Maar goed, ja, tweede helft dan is het gewoon alles of niets natuurlijk. Ja, maar met alles of niets dacht ik eigenlijk van, je doet er nog 2 buitenspelers bij. De laatste 10 minuten of laatste kwartier. Maar dat gebeurde helaas niet. Nee, ja, kijk, je probeert op een gegeven moment denk ik toch wel gewoon via de zijkant de spitsen te bereiken. En dat hij daar een keertje goed valt. Hij viel gewoon niet. Nee. Ja, 1 punt uit de laatste 3 wedstrijden, dus magertjes. Ja, dat was zelf ook niet gedacht, denk ik. Maar we moeten niet in paniek raken of zo. Ik bedoel, we hebben in deze competitie gezien dat alles kan gebeuren. En het is helemaal nog niet gespeeld. Je hebt nog zoveel wedstrijden te gaan. En we moeten zorgen dat we de boel gewoon heel fit houden. En dat denk ik dat het wel goed komt.